met die kerstmuziek. Want ik ga 4 adventskalenders unboxen. Hallootjes, ik ben Denise en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video waarin ik dus 4 adventskalenders ga unboxen. De afgelopen weken heb ik ze verzameld en vandaag is eindelijk de dag. Ik ga ze openen samen met jullie in de hoop dat je nog wat inspiratie opdoet voor de komende maand. En natuurlijk om al een beetje in die gezellige sfeer te komen van december. Ik heb er een van de Body Shop, de Hema Finaste, dat is een sieradenmerk. En eentje van Easy Toys. Dus ik zou zeggen, pak er lekker een theetje bij, een chocomel of een ander drankje naar wens. En dan gaan we lekker beginnen. Vergeet niet om even een duimpje omhoog te doen en natuurlijk te abonneren om niks van mij te missen. Er komt namelijk ook een kringloop adventskalender gemaakt en gevuld door mij aan. En die kan één van jullie winnen. Dus zorg dat je dit niet mist en abonneer dus even. Dan gaan we nu beginnen met kalender nummer 1. Dat is deze prachtige van de Body Shop. Tadaa, kijk eens even. Een gezellig tafereel zit erin van karton. En het oog wil natuurlijk ook wat, hè, tijdens het openmaken. Dus ik ga gauw op zoek naar vakje nummer 1. En die zit waarschijnlijk in een van de lades. Want er zitten 2... Ja, ik zie hem. Sowieso zijn alle producten natuurlijk heerlijk van de Body Shop. Maar je weet maar nooit wat erin zit. Dit is een handbalm in de, het is vegan trouwens, shea butter. Ruik hoor, want dat is natuurlijk het leuke aan de Body Shop. De geur. Oeh, heerlijk. En makkelijk voor in je tas. We gaan naar nummer 2. En daarin zit, dit is een lipbalm met avocado smaak. Of smaak, geur waarschijnlijk. Wat is dit nou weer leuk, zeg. Over naar nummer 3. Die zit hier weer in de eerste la. Is wat zwaarder. Daarin zit een shower gel strawberry. En het is ook allemaal heel leuk donkergroen. Een beetje om in de kerstsfeer te blijven. Nummer 4. Die is heel licht. En daar zit washing cloth in. Oh, wat leuk. Maken we natuurlijk even open. Dit is, oh ja, een katoenen. Oh, dit kan je dan in de was doen. Goed voor het milieu. En hergebruiken om lekker je gezicht 's avonds mee te reinigen. Dan 5. Dat is weer een andere vorm en een ander product. Camille in ieder geval. En het is cleansing butter. Oh, oké. Okay. Oh, dat ruikt ook lekker, zeg. Nou, helemaal leuk in dit potje. Ik draaide, maar dat hoeft niet. Je kan hem gewoon dicht drukken. Een hele lange doos hoort erbij. Wel heel licht. Dus we gaan eens even kijken. Oh, dit is ook heel leuk. Een aloe vera sheet mask. Nummer 7. Hier zit hij niet in. Even de onderste lader uitgehaald voor het gemak. Hey. Hier is ook nummer 7. Ach, hij zat hier wel. 7, hier zit hij niet in. Zagen jullie hem al? Ook weer lang. Met iets hards erin. En het is een soft and smoothing exfoliating. Oh, volgens mij. Ja, een scrub is dit. Even ruiken, want het is roze. Oh. Kijk, nummer 8 zit in een vierkante doos. Heel licht weer, dus het zou... Hé, wat is dit? Wat is dit nou? Oh, ik denk dat ik het weet. Oh nee, nou, ik dacht een tasje waar je mee kan shoppen, maar... Dit is een spons, maar dan... Oh, die zijn natuurlijk normaal van plastic... Maar die hebben ze vervangen voor een naturel plant-based fiber. Dus materiaal. Oh, wat leuk zeg. 9. Het klinkt als een blokje zeep. Kijk of ik het goed heb. Niet goed. Maar het is dit hele leuke potje met klei erin. Een masker is dit. Oh. Oh, wat leuk zeg. Een kleimasker.
Heerlijk, lekker met een kwast aanbrengen. 10, dat is weer een hele lange doos. Deze is heel zwaar. Het is shampoo, zie ik al hier op de achterkant. Ook weer Shea, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt, maar daar waar net die handbalm van was. En dit is dus shampoo. 11 is hier. Klinkt weer als een blokje zweef. Kijk of ik het nu... Nee, weer niet. Maar wel een heel leuk flesje weer van de avocado lijn. Shower cream. Dus lekkere douchegel. Heerlijk ruikt het. 12 december. Dat is een grote draaipot. Oh, wat heerlijk. Body butter in de mango geur. Heerlijk. Deze wil je bijna opeten. Doe ik natuurlijk niet. 13. Die zit hier helemaal in de hoek. En daar zit in een almond milk douchecreme. Ook weer even ruiken. Heel lekker een warme geur. 14 dan. Licht en je hoort niks. Oh, dit is iets heel leuks. Wat is dit nou? Een haarband. Nou, dit is toch te leuk voor kerst. Deze kan je indoen als je je make-up op doet. Even testen hoor, jongens. Of gewoon bij het kerstontbijt. Gezellig. Het zijn dus niet allemaal producten. Leuk voor de afwisseling. Nummer 15. Een schattig klein potje zit er weer in. Met, ik denk misschien wel weer... Intense Awakening Mask. Oh, ik zie het al. Een koffiemasker. Heel goed tegen de wallen. Dit ruikt echt naar koffie. Ja, ik kan niet wachten om deze te gebruiken, want kijk. 16. Die is weer eens leuk een wat andere vorm. Ik zou niet kunnen raden wat dit is. Het is een blokje zeep. Nou, wat had ik het nu maar gezegd. Almond milk. En dit is voor je gezicht en voor je body. 17. Tada. Daarin zit... Pink Grapefruit douchegel. Deze maat douchegel vind ik trouwens ook heel fijn om te bewaren. En dan mee te nemen op weekendjes weg of op vakantie. Nummer 18. Hey, dat is weer een heerlijk sheet mask. Vitamine C. Kijk even tussendoor. Het is al lekker overzichtelijk geworden. Dus nummer 19. Een draaipotje van de avocado lijn. En daar zit in body scrub. Hoe die eruit ziet. Oeh, een heerlijke avocado kleur, kijk. Vakje 20. British Rose, die ik net ook zo lekker vond ruiken. Maar dan een douchegel. 21 ligt weer in de bovenste bak. En daarin zit weer een handbalm, denk ik. British Rose. Naar nummer 22. Het lijkt alsof die leeg is, maar dat zal heus niet zo zijn. Een another sheet mask, maar dit keer vitamine E. Nummer 23. Body butter. Eén keer ruiken hoor. Dan gaan we naar kerstavond. Oeh, een doos in een doos. Oeh, een skin clarifying night peel. Oh, kijk. 'S Nachts kun je dit op je huid druppelen. Oh, wat leuk. Heerlijk, ik ben heel benieuwd naar dit product. Ga ik uitproberen. En dan in de Body Shop kalender met kerst vinden wij blik met massage melt breathe. Oh, dus dit is... Oh, als je dit eens kon ruiken. Munt, kan je lekker hier smeren voor een vrije ademhaling. Oh, wat lekker om tot rust mee te komen. Oké. Ik kan door naar de volgende kalender. Dan heb ik hier de adventskalender van Finaste, dat sieradenmerk dus. Wat ik net al zei, er zit een kaartje bij voor mij. Hi Denise, hier, het is jouw Finaste adventskalender. Een unieke beleving vol met exclusieve must-haves. We hopen dat jij en je volgers net zo excited zijn als wij. Nou, daar gaan we nu achter komen. Kijk eens even. Laat ik hem eerst eens even voorzichtig openmaken. Oh nee, kijk nou. Er zit een prachtige doos in. Oh, dat had ik niet verwacht. Wat leuk. Ik ben super benieuwd, omdat het best wel een klein... Oh, dit is toch te leuk.
kan jullie vertellen, het is nog heel. Deze kalender die gaat tot met vakje 10. 10 dagen plezier. En in nummer 1, kijk, zwart met glitters. Oeh, een heel mooi hartje met een steen. En dit is een armbandje aan de lengte te zien. Kijk eens even. Minimalistisch. Superleuk. Weer een doosje. Nummer 2. Een hele mooie ring. Ik wou zeggen, ik ben benieuwd naar de maat. Maar dat maakt niet uit, want hij is verstelbaar. Gegolfde ring 3. En dat is een gouden wikkel. Want ik heb de gouden wikkel. Hé, wat kwam daar nou uit? Oeh, een prachtige armband weer. Heel mooi met steentjes. Ik doe hem gewoon even bij het hartje. En heel erg leuk. Dit kan zo al naar het kerstdiner om. Nummer 4, dat is weer een schattig doosje. En dit keer, oh, dit is heel mooi. Knopjes oorbellen. Heel mooi subtiel. En hier heb ik bijvoorbeeld een tweede gaatje. Daar is die ook erg mooi in. Nummer 5. Zo, dat is leuk. Maar is het een ketting of is het een armband? Het is een ketting! Laten we die ook meteen omdoen. Ik heb toch goud aan. Voor de liefhebbers om het te weten. Dit ding heb ik trouwens van de kringloop. Hè? Hey, 2 euro of zo. Dit is hem. En hij glimt heel mooi, zie ik. Dan gaan we nu naar 6. Oh, wat mooi. Die staan bij die ene armband die erbij zat. Weer een paar prachtige oorbellen. Echt voor deze tijd van het jaar. 7, dat is weer een gouden wikkel. Oh, wat is dit nou? Een zwart armbandje met een gouden ster. 8, dat is weer even een doosje als tussenstop. En oh, er zit een prachtige ketting in. Deze is heel mooi. Met allemaal verschillende kleurtjes. Met allerlei verschillende kleuren. Geen kralen, maar een soort tussenstukjes erbij. Leuk. 9, mijn geluksgetal. Hier zit, oh, hier zit een ring in. Passend, zo te zien, bij die leuke knopoorbelletjes van daarnet. Kijk. En dan de klapper van deze kalender, nummer 10. Want hij gaat maar tot 10, maar... Hè? En dit is iets zwaarders dan de rest. Oeh, hier hou ik van. Grote ringen. Goudkleurig. Ja, I love it. Dan hebben we weer wat meer een beautykalender. Namelijk deze van de HEMA. Ze hebben daar volgens mij 2 adventskalenders. Deze van met nagellak dus. En volgens mij heb je er ook een met bath bombs. Tada! Ik heb trouwens alle kalenders gekregen waar ik heel blij mee ben. Hier is vakje nummer 1. En daarin... Oh, dat is precies mijn lievelingskleur! Kijk! Die ik nu op heb. Namelijk donkerrood. Deze gaat trouwens ook tot en met 10. Net als die andere kalender. Vakje nummer 2, daarin zit, oh, een prachtige nude kleur. Eigenlijk zoals mijn lippen zo te zien. 3, oh, dit is ook een hele leuke kleur, blauw. Nou, als je gewoon even een basisstash van nagellak wil hebben, dan zit je nu al goed, tot en met vakje 3. 4, lila nagellak. Dat is ook echt super mooi, weet ik uit ervaring. 5 december, jongens. Daarin zit goud. Oh, met glitter. 6, daarin. Zo. Weer glitter, maar dit keer roze met paars. Ook bijvoorbeeld heel leuk in combinatie met deze kleur. 7, hier linksboven. Een all-time favorite. Jongens, altijd... Deze koop ik. En zwart. Als ze leeg zijn, weer opnieuw. Want zwart en rood, ja, ik kan gewoon niet zonder. En hij zit gewoon in deze kalender. En dan heb ik 8 tot en met 10 nog niet eens gezien. In nummer 8 zit ook weer heel mooi met die lila. Maar dan een metallic versie. Nummer 9. Dat is een hele mooie metallic... Oh,
ik wou zeggen blauw-groen, maar als je hem beweegt zie je ook paars zelfs soms. Wat zal het zijn? Vakje nummer 10. Oh, ik trek hem helemaal kapot, maar daar zit een hele mooie, prachtige roze kleur in. Deze ken ik ook echt nog niet. Maar die ga ik ook zeker proberen. Dus er zitten super goede basics in. Maar ook eventjes die over de top kleuren. Dus ja, helemaal leuk. Ook leuk om natuurlijk cadeau te doen, hè. Enkele flesjes. En dan jongens gaan we over naar het 18 plus gedeelte van deze video. Kun je ook wel wat avontuur gebruiken in de slaapkamer? Of vind je het misschien wel heel leuk om dit cadeau te doen aan een vriendin of vriend die gaat trouwen of zo? Dan is dit de Naughty and Nice Adventskalender van Easy Toys. En hij ziet er super mooi uit. Met donkergroen en goud. Ik heb ook laatst op Instagram hier een kortingscode voor gedeeld. Die ook gebruikt is. Dus jullie waren er zeker in geïnteresseerd. Zo, er valt een kaartje uit voor mij. Hi Denise, ga op ontdekkingsreis langs alle zintuigen. Durf het avontuur aan te gaan en laat je verrassen. Nou, dat ga ik zeker doen. En je kan natuurlijk deze kalender, als je hem hebt gekocht, helemaal doorlopen van dag tot dag. Maar je kan hem ook in één keer openen en kiezen wat je gaat doen. Maar het is ook leuk om het vakje op de dag te openen en er dan iets mee te doen. En ik zei net in de slaapkamer, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Dat kan ook in een willekeurige andere plek. Ik heb hem, de eerste. En op de achterkant of zijkant staat ook wat er in zit. Dit is een vibrating egg. En als suggestie staat erop dat je dit tijdens het kerstdiner bijvoorbeeld in kunt brengen. Nou, dit is een... Oh, hij is wel heel mooi goud. Hè? Prachtig goud met afstandsbediening erbij voor je partner of date die hem kan gebruiken. En er zitten zelfs batterijen bij. Dus die hoef je niet apart erbij te kopen. En nummer 2 is een wat langere verpakking. Nou, bij deze kalender ben ik dan wel benieuwd wat erin zit. Natuurlijk. Lubricant. A quality water-based. Ik denk dat dat glijmiddel betekent. Ja, alsof ik het wist. In een hele luxe verpakking. Ik vind het namelijk vooral een luxe kleur, dit groen. 3, waar zit die? Ja, hier onderaan met de gouden bladeren erop. Wat ik ook zit te denken, je kan ook al deze dingen uitpakken. En natuurlijk in één grote liefdesbox doen. En dan dat je daar al die dingetjes in verzamelt. Dit zijn geurstokjes voor de sfeer. Oh, met een... Rose scent staat erop. Dus een roze geur. Dat ruik ik nu al. Zo. Oké, lekker om in de sfeer te komen. Nummer 4 ziet eruit als een goudstaaf. Maar zou er ook een goudstaaf in zitten? Oh, dit is best wel een zwaar ding. Er zit... een mini wand zit erin. Even kijken hoor. Kijk, zo. Ja, jongens, het is natuurlijk een speeltje voor in de slaapkamer. Moet je zien hoe prachtig als een design dit eruit ziet. Dit heb je natuurlijk ook in verschillende formaten, ook groot. Maar omdat dit dus in de kalender past, is het ook nog eens makkelijk op te bergen in je kast of laadje. Of nachtkastje misschien. 5 december. En wat zou daar nou... Ik zie het al staan. Hier zit een bath bomb in. Want ja, romantisch samen in bad, daar begint het toch allemaal mee. Hè? Ook grappig aan deze kalender, soms staat het in getal erop en soms in woord. Zoals bij deze 6. Massageolie, nou met glitters. Je ziet hoeveel. Dan zou ik maar even goed mijn handen wassen daarna voordat je hele huis onder de glitters zit. Ik ben trouwens wel... Oh, wacht. Ik wou zeggen hoe die ruikt. Maar champagne glitter weer. Oh ja, het is wel echt lekker zeg. Heel zoet.
7. Oeh, die is heel klein. Oh, dobbelstenen. Deze is met alle dagen. We hebben 7 dagen in de week. Oh, grappig. Dat hebben ze opgelost met het woord weekend. En op de andere dobbelsteen staan locaties. Keuken, bedroom, living room, bathroom. De hal staat er ook bij. En your choice. 8. Nummer 8. Daarin zit. Wat is dit nou weer? Jongens, het is een teken. Ik herken het niet op het eerste gezicht. Dus we lezen het. Kegelballs. Train your pelvic floor muscles and enjoy more intense orgasms. Nou, dit kun je dus, ja, inbrengen. Moet je horen. Interesting. Wat denk je? Wordt dit een weggever of een uitprobeerder? Nummer 9, die hebben we hier. Toy cleaner. 10, dat is weer een wat kleiner doosje. Oh, kijk, wat is dit nou? Hoe noemen ze dit? Een tickler. Oftewel, om zo mee te kriebelen, denk ik. Hij is een beetje misvormd omdat hij in dat doosje zat. Weer heel mooi en luxe. 11. Maar wat zit erin, jongens? Oeh, een finger vibrator. Dus een vibrator voor aan de vingers. Oh. Zo. En wat is dit nou? Oh, kijk. Hier zijn die puntjes en dat moet je dus wel eventjes... Je ziet het. Hier ga ik even de handleiding nog voor lezen. Maar leuk dat het erbij zit. Wel. Blindfold. Oh, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Een blinddoek. Maar wat voor één? Ik denk dat dit de binnenkant is. Maar je zou ook kunnen kiezen of je dat velvet aan de buitenkant wil. Of dat mooie groene. Om het extra spannend te maken. 13. Oh, kijk. Nou, ook in diezelfde trant kan je met de blinddoek om. Handcuffs zijn gewoon met klittenband. Om het veilig te houden, denk ik. 14. Heel licht. Daarin zit een paddle. En wat dat is, gaan we nu zien. Oh, zo. Dit is duidelijk van de naughty afdeling. Want de kalender heet natuurlijk naughty en nice. Ja, zo. Dat is nogal een ding, zeg. Oh, dat is echt keihard. Oh, oké. Okay. Dan moet je wel goed weten hoe hard je hem gebruikt. Dat je niet te fanatiek van start gaat. Dan is de lol er al gauw van af. Even de tussenstand, jongens. Kijk, hij wordt al leger en leger. Nummer 15, dat is oral balm. En dat is dus balm, denk ik. Ja, zo. Wat een geur. Oh. Vanille flavor is het. Flavor, dus niet geur, maar smaak. Oké, dus dan heb je gelijk een lekker smaakje erbij. Oh, hij zit echt dicht. Dat is leuk om te openen. Oh nee, dat bederft juist het plezier als je het nog moet openen. Ik wil dit natuurlijk even proeven natuurlijk. Zo. Heel zoet. Echt vanille. Ik zou het niet eens suiker willen noemen. Echt vanille smaak. Nou, leuk. 16. Een saaie verpakking, maar is de inhoud ook saai? Nou, dat denk ik niet, want het is een dildo. In de kleur luxe groen, zou ik noemen. Nou, met zuignap. Flexibel. 17. Om te masseren. Nou, dit is weer leuk om bij die massageolie te gebruiken van eerder. 18. Toy bag. Nou, daar kan je alles lekker in opbergen. Dit vind ik wel leuk dat het erbij zit, zeg. Toch wel, waar gaan we het allemaal laten? Maar daar hebben ze aan gedacht. 19. Dat is een buttplug. Nou, voor de liefhebbers. Tada. Dit is hem, jongens. En dan gaan we door naar 20 al. Nog een paar vakjes. Oh, wat leuk.
romantisch. Rozenblaadjes, crème kleurig. 21, 21, bendable vibrator. Ik ben benieuwd hoe buigbaar, want... Oh, zo, hè? Je kan hem vastklemmen. De oplaadkabel zit erbij en dan... Dat werkt weer met die magneetjes. 22, kaartspel, zo te zien. Ja, verschillende zintuigen. Hear, see, dus luisteren, kijken, ruiken. Masseer je partner... Oh, dit is van de kaart smell. Masseer je partner met heerlijk geurende massageolie. Nummer 23. Bath and Shower Oil. Limited edition. Ja, dit is wel een sensuele geur. Vakje 24. Dat is in deze kalender. Merry Christmas staat er ook bij. Een cockring. Nou, ik heb hem. Deze zit heel strak in de verpakking. Oeh, met de oplaadkabel. Zo hé. Dus het is niet op batterij, jongens. Het is ook niet voor eenmalig gebruik. En leuk om te weten, voor verschillende maten is die te gebruiken. Ik ga al die speeltjes even in die mooie tas doen die erbij zat. Die opbergzak. Het is wel de moeite waard. Ik vind het hartstikke leuk dat dit genre ook een adventskalender heeft. Het is gewoon hartstikke leuk om in te zetten. Op welke manier dan ook. Per dag of maak je hem in één keer open. Wil je gewoon even in één keer een leuke collectie hebben voor de slaapkamer. Dan kan je ook deze kalender nemen. Dus ja, net als alle andere kalenders. Maar ik hoor je denken, Denise, ik mis een kringloop adventskalender. Ja, die mis ik ook altijd. Dus ook dit jaar maak ik die weer zelf. Ik kan jullie verklappen, ik heb zelfs de inhoud al gekocht. Dus over 2 weken hier op dit kanaal ook de kringloop adventskalender. En je kunt me ook volgen op Instagram en TikTok. En jou bedank ik heel erg voor het kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende video weer terug. Tjalaas!